Zaterdagochtend, 10:45. En normaal gesproken zou het plein achter mij en onder mij hier vol staan met koevorenaren, met mensen. Op dit prachtige voorjaarsweekend. Maar ja, we zitten in de beperkingen die we onszelf hebben opgelegd. En u weet het, en u houdt zich eraan gelukkig. 1,5 meter om uw geliefde en de mensen om u heen te beschermen. Niet meer dan 2 mensen op straat. Het zijn rare tijden, maar 75 jaar geleden waren het ook rare tijden. Want toen stonden de bevrijders voor onze poort dit weekend, 5 april, 75 jaar geleden. Toen begon de bevrijding van Coevorden als stad en de gemeente tot en met 10 april. En het is de moeite waard om dat te vieren. Want de onvrijheid van toen was natuurlijk helemaal onvergelijkbaar met de onvrijheid die we nu onszelf hebben opgelegd. De onvrijheid van toen bestond uit het onderdrukken van de eigen mening. Uit het onderdrukken van mensen omdat ze anders waren. En als minderwaardig werden beschouwd. Om de niet bestaande vrijheid van meningsuiting meer. En een hele lange periode van 5 jaar kwam daarmee tot een einde. Het is alleszins de moeite waard om, ondanks het feit dat we dat niet kunnen doen zoals we graag hadden gedaan, samen met provincie, samen met ontelbare vrijwilligers en verenigingen, hier op een volgepakte markt in een prachtig weekend, om dat nu toch op een andere manier te doen. Dus ik roep u allemaal graag op. Besteed aandacht, sta stil bij die 75 jaar vrijheid. Hang een vlag uit. De Drentse, de Koevoortse, de Nederlandse vlag. Alles is goed. Zet uw kinderen of uw kleinkinderen aan om een mooie tekening over vrijheid te maken. Hang die aan de ramen. Op allerlei manieren kunnen we toch stilstaan en respect betuigen aan het feit dat we 75 jaar vrijheid met elkaar kunnen vieren. Ook in deze tijden.